Hoe bevalt het leven nu als niet-topsporter? Goed en sommige dagen slecht. Dat is zoals ik denk: topsporter naar een nieuw leven gaat. Dat je af en toe je hele goede weken en af en toe heb je een week dat je het mist. En niet zozeer, wat mis ik dan? Daar kan ik ook niet echt antwoord op geven. Maar als ik nu aan denk dat ik weer twee keer per dag moet beulen en die pijn van Judo, dat mis ik niet. Ah, ja, sommige dingetjes, ja. Dat reizen en het leventje en, en, en ook de simpelheid. Het is toch niet een beetje zo'n voorbereiding voor zo'n zo kampioenschap? Nee, nee ik, ben, ik heb echt wel genoeg gehad. Het glas is echt leeg. Ik glas is leeg, het is voor mij echt helemaal leeg. Ik hoef echt nooit meer terug. Nee, ik heb echt al, daarin qua, uh, qua passie heb ik alles weer gestopt uh, Heb ik uh, daaruit gehad wat ik, uh, wat, waar ik voor, uh, wat ik gekregen heb, zeg maar. En ik probeer daar het allemaal een plekje te geven. En, en ik train nog wel veel. Ik doe tegenwoordig een beetje het, boksen. Ik moest echt schakeld, maar jij punten dan boksen. Dan ja. Ben ik ben er maar niet op. Ik vind het leuk om jullie sport te kijken. Ik vind het leuk om te sporten. En, maar ik ben eigenlijk nergens heel goed in. Dus eigenlijk best wel kut. Als je terugkijkt op je carrière, hoe kijk jij terug? Uh, dat is wel een hele goede vraag. Uh, dat zou ik eigenlijk willen zeggen, maar huh? niet op alles. Ik heb ook wel. Je gaat natuurlijk dat, dat, dat bandje weer afspelen, dat doe ik, ben ik. En ik kan heel slecht loslaten. En het is. Dat is in judo een beetje. Af en toe moet je een beetje geluk hebben. Dan valt je kant op. Een keer niet, een keer wel. Je kan nooit alles winnen. Dat is gewoon judo. Daar is het te mondiaal voor. Dat lukt niemand. En ik had gehoopt dat het iets vaker een keertje mij kan. Of, ja, daar had ik graag één grote willen pakken. En dat is net niet gelukt. Maar ik ben heel trots op wat ik gewonnen heb. Ik heb een heel mooi leven. Ik heb zelf alle keuzes gemaakt. Ik ben zelf verantwoordelijk. Dus ik kan niemand iets kwalijk nemen. En ja, moet ik zeggen, mijn lichaam, daar heb ik wel wat last van, maar het lijkt dat ik er nog aardig van afkom en dat ik nu werk aan een maatschappelijke carrière en dat ik andere dingen ontwikkel en die ik leuk vind om nu te doen. Zijn er nog tegenstanders waarvan jij zegt als je terugkijkt naar je carrière, waarvan, oh, die had ik nee. nog graag willen pakken of? Ja, wat... Het gaat mij om winnen. Ik hield van winnen, hè. Ja. ik wilde winnen. Da, 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 daar zat ik op. En ik kon niet tegen... Je niet... zit ook uh, op die manier erin, hoor. Ja, nee, dat hoop ik. De één vecht voor alleen voor die medaille. Die medaille is natuurlijk het resultaat van, van, hè, van als je alles goed doet, hè. dat is een heel mooi verhaal. maar ik wil gewoon winnen en alles en als ik dat in een Duitse kampioenschap wilde ik dat winnen ik wilde de beste van de wereld worden Olympisch kampioen en ik heb alles wel een beetje vast gehad ik, ik heb alles kon ik eigenlijk winnen en dat, dat heb ik door omdat ik heel veel hield van hè, van die knockout van die ippel maken daar heb ik ook best wel veel mee verloren door Impulsief te judo'en, door niet goed na te denken, maar met mijn hart die mat op te gaan. En zeg maar met die bijl in mijn hand gewoon het optalen, een soort van Pac-Man. Dat ging wel, over, daar ben ik ook op afgerekend. Maar daar vinden mensen mij ook leuk om naar te kijken, want ik bracht ook iets in het judo. Ik bracht strijd, strijd, passie. Ik gaf nooit op. Ik had de afspraak om wat er ook gebeurde in mijn carrière, qua blessures, de ribbenstaken eruit, pols gebroken, dit gebroken. Ik ging altijd door. Of het verantwoord was, weet ik niet, maar ik heb het gedaan. En daar ben ik wel trots op. Ja. Nou weet ik, ik heb jij, mezelf nooit verlogend, zeg maar. Je hebt nou richting het einde van je keren heel veel te maken gehad met blessures, Ja, ik heb de, veel ellende ja, ja. En, en ik weet, het, voor vechters uh, en topsporters stoppen is het moeilijk wat er is vaak. Want er is geen topsporter die gestopt is, die, die ja, niet nee. over twijfelt. Maar om, omdat jij zoveel die blessures hebt gehad, is het daarom voor jou ook makkelijker om afstand te nemen nu? Uh, nee, maar het is gewoon. Judo is eigenlijk ziek voor voor vier jaar. En Olympische Spelen is altijd een soort van eindstation. Mm -hmm. Dat is in mijn sport de belangrijkste, de hoogste haalbare, daar ga je voor. Daar zit die sponsorcontract aan vast. Dat, is, dat zit gewoon in, in, in de kern van Judo. Dus je weet gewoon op een gegeven moment. Ja, bij mij was ik was 31 in Tokio. Of in, uh, in Rio de Janeiro. En, uh, toen smeekte mijn dokter al, mijn orthopedische, Henk, je moet ermee stoppen. Jouw lichaam is helemaal klaar. Wat, wat hier al is, is dat je op vijf jaar leeftijd, vijfjarige leeftijd begint. En ik ben rond om 10, 12 al best wel hard gaan trainen. Zes dagen per week. En ik hield ervan. Ik vond het mooi. En ik heb, ben roekeloos geweest qua arbeid. En op een gegeven moment zit er gewoon een samen wat je zelf aan kan doen. Ik was op mijn dertigste en daar was ik gewoon op. Ik kon niet meer. Of sleten, ja. Gewoon. Wat op. je veel hebt gegeven? Ja, veel heb gegeven. Gewoon zes dagen per week. Ik had nooit rust. Nee. Ik, ik dacht een dag niet trainen, dat is, dat is gewoon achteruit gaan. Ik hield ervan. Ik, hield nee, er ik van. heb steeds veel topspotters dus, Ik hield ervan, hè, want rust is echt. Maar ik dacht, ja fuck, als Jan de ga ik trainen. Eerste kerstdag, nieuwjaarsdag. Het maakte mij geen reet uit. Ik deed gewoon precies wat ik zelf wilde. Ik vond het, ik genoot ervan, nee, ik heb ervan genoten. Maar dat betekent wel dat je op een gegeven moment gewoon je lichaam, dat is gewoon, dat is gewoon op. Ik merkte naar Rio dat ik het gewoon... Het taal ook heel zwaar. Ja, ja, nee, je kan het steeds moeilijker opbrengen. Ja. Zelfs zeker, want ik had nooit gedacht dat ik daar zou komen. Ja. En uiteindelijk je lichaam is heel knap mechanisme. Hè? Want uiteindelijk ga je minder trainen, hè? ondanks je dat niet wil. Want je lichaam, dat gaat gewoon niet meer. Ik kon niet meer twee uur achter elkaar mensen elkaar staan hakken in Japan. Dat ging niet meer. Ja, kijk jij nog naar Judo? Coolhead, ik ga trouwens over twee weken judo kijken. Ik kijk, af en toe wat streams, en ik volgend wel een maar heb, beetje. Maar heb je echt een, een beetje een stap achteruit genomen? Ja, ook wel een beetje om een beetje afstand te nemen. Ik heb geen frok hoor richting Judo. Ik kijk, daar is dus mijn sport, daar hou ik van. Maar niet zozeer van dat even goed. Even goed zo, even een dingetje met ondernemen, andere dingen, wat tv gedaan. Dit soort dingen vind ik leuk. Ja. Waar ben ik nou goed in? En een beetje, een beetje zoeken, maar zonder iets moet, zeg maar. Hm. En, en, en wie zijn de nieuwe toppers? Wie, wie komen we eraan? Uh, ja, op dit moment is het ons beste Jok. Dat Michael Korrel. Hij is derde op de WK. en kan Olympische medaille winnen als het goed doet. Maar we hebben wel problemen met als Hiro. We gaan, we gaan niet vooruit qua, qua, qua lichting. Jammer. Ja, dat weet ik niet. Soms hier is op basis van individuen. Hè. Denk ik, wij zijn een klein landje en we zijn heel goed in bepaalde sporten, maar dat komt op basis van individuen. Die staan gewoon, ineens staan die op. Ineens heb je er een aantal. Vroeger hadden we ineens uh, van de geesten, hadden we Mark Huizen geheet, het bos, Claudius. Ineens waren die er. Ja. ja, die bleven winnen. en Uiteindelijk die gaan stoppen en dan komt er weer het nieuws. Nou, toen kwam, had ik in de lichting, maar het werd wel magerder. En waar heeft, heeft dat mee te maken? Ja, dat is ook gewoon een beetje gelukt. Maar ik denk ook de clubs zijn een beetje bij het spel gezet. We hebben de trainers Centraal in, in Papendal allemaal samen. Die sportschoolhouders die waren vaak wel, die brachten veel poen in de judo. Door gewoon dat ze dat mooi vinden met hun bepeelde wereld over. En uiteindelijk zetten ze hem dan wel een beetje daar af. Maar daar hadden ze zelf ook nog iets aan. En nu worden de jonge sports op 16, 17 jaar leeftijd al daar weggehaald. weg Bij die sportscholen. Hè. Je hebt ook zelf sportschoolhouden. En dan heb je er toch minder passie mee. Ja. En dan, dan, dan die aanwas wat minder, want die, 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 die trainer die heeft er niet zo'n zin in. Die denkt ja lekker, ik leid hem op en als het leuk wordt dan. Uh, Trefzaam, ja. Gaat hij daarheen? Dus je merkt dat dat, dat dat en die strijd om die clubs dat wordt ook minder. Vroeger waren er dan hier ja. in Rotterdam wat was de korte judo en waar waren de Cannabium nou. Ja. We, we wilden elkaar net niet op de vuist. Maar ja. we tien wedstrijden en dat was oorlog. Dat was echt ook motivatie. Ja. En we wilden ze wel vermoorden. Ja, ja, ja. Weet je wel? Zo ging het ook. Je gaat Rotterdam niet gaan we Godverdomme aanpakken. En dat was altijd ook. Uiteindelijk gaven elkaar een hand niet meer weg. En dan stond het hele sport al zon, zon op zijn dak. Maar dat, uh, dat is, was fantastisch. en Daar, 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 daar creëer je wat mee. We gingen woensdag terecht met Nieuwe Gein. Allemaal samen. En dat was gewoon oorlog. Ja. Met schuim je... om mijn mond ging daar naartoe. met de auto. Dan dacht ik vanavond: mag ik Godverdorie die, die gasten aanpakken? Ja. En dat wordt minder. 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 We trainen veel samen, het worden maatjes. Nou ja, ook, 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 ook. Maar ja, dat kan ook goed zijn. Maar in bepaalde landen is dat goed, omdat er daar zit dan veel geld in Judo zit. In Frankrijk is dat goed. Maar Frankrijk heeft een budget, een soort eredivisie voetbal. Ja, ja. En als ik echt allemaal salarissen. En als jij het niet wil, maar je krijgt uh, 3000 per maand, dan kom je wel gewoon trainen. Dan mag ik gewoon jou honderd keer gooien. Dan prima, want ik krijg mijn geld. In Nederland moet alles voor niks. En dan denken die gasten: ja, ik ga wel werken, man. Want uh, die pijn van Judo, dat is allemaal niet zo leuk. Het is zonde. Maar is werk, spreek... al die scholen ook werken aan een jongen, maar uiteindelijk gaat hij naar het zorgnatuur. Ja, dat gaat allemaal een beetje weg. En vroeger, wat ik zo zei, je hebt al die, die lokale sportschool in dat dorp. Je had dan ook altijd judo. En die, vroeger waren sportscholen. 20 jaar geleden, er werd eigenlijk overal geld in, in, in de branche. Die branche is inmiddels anders geworden. Er zijn nog steeds mensen die heel veel verdienen, maar <laughs> sommigen wat minder. Maar inmiddels is, is, is dat anders. Dus die, die, die hele markt is anders, er is minder geld. En je ziet gewoon dat, dat ja, die mensen die doen van die trainers, van je kor van de geest, die zijn allemaal sportscholen. Ja. Had je Essink in Eindhoven en daar waren allemaal wat klein. Je dacht allemaal judo-kaartjes groot. En je ging er allemaal met de hele Europa heen met een busje en dan, dan krijg je teams en dan krijg je aanwas en dan, dan, dan bouwt dat. Mooie jongens, die ze van allemaal dat. wordt minder. Al die sportschouwers doen minder. En je ziet gewoon dat het Judo zo gaat. We hebben heel veel budget van de NCSF, maar het budget is niet waar het om gaat. Het gaat om passie. Ja. Maak nu een account aan op warriorcode.com. En bekijk de volledige aflevering van Warrior Talk. Oes!